Hoi, ik ben Marten van Galen, verpleegkundespecialist van de kinder-MDL uit het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. En ik begeleid jongeren met een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Wat we zien is dat naast de lichamelijke klachten, dat we ook veel zien dat deze jongeren en kinderen soms niet zo lekker in hun vel zitten of vermoeidheidsklachten hebben. We hebben een psycholoog die heeft een filmpje gemaakt met wat informatie hierover en wat praktische tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik ben Joyce ten Doesgaten de Gruil. Ik werk als psychotherapeut hier in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling psychosociale zorg. En ben daar onder andere verbonden aan het IBD-team voor de kinderen met ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dus daar zie en spreek ik veel kinderen en hun gezinnen die last hebben van een van deze ziektes. Nou ja, je hebt bij deze ziektes natuurlijk sowieso de lichamelijke last, de buikpijnklachten, dat soort dingen. Daar zijn vooral de artsen voor, de verpleegkundige specialist. We zien ook wel dat veel jongeren daarnaast nog last of problemen ervaren. Bijvoorbeeld met somberheid, met angsten, vermoeidheid, die de artsen eigenlijk onvoldoende met medicijnen kunnen verhelpen. En dat zijn eigenlijk de klachten waarbij ik eventueel in beeld kan komen om tips te geven of om mee te denken van wat daarin kan helpen voor de jongeren. Nou, de eerste tip, of eigenlijk de belangrijkste tip die ik altijd geef, is praat erover met andere mensen. Het is niet niks om zo'n diagnose te hebben. Sommige jongeren hebben hem pas net gekregen, anderen hebben hem al wat langer. Maar er komt heel veel bij kijken, er komt heel veel op je pad. Dus deel dat met andere mensen, dat je last hebt van iets, dat je niet lekker in je vel zit. Dat kan met familie, met een van je ouders, met een ander familielid, maar ook met een vriend of een vriendin of misschien iemand van school of... kijk of je in je omgeving iemand hebt waar je daarover kan praten. Want dat is mijn ervaring dat dat echt heel erg kan helpen. Ook al kan het in het begin wel spannend of lastig zijn om daarover te praten. Er zijn ook wel wat concretere tips op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel last hebt van piekeren. Kun je met jezelf afspreken om een soort piekermoment per dag te plannen. Je zegt, ik ga 10 minuutjes alles waar ik over pieker ga ik opschrijven of ik ga daarover nadenken. Je kan bijvoorbeeld een wekkertje zetten om jezelf ook echt dan na die 10 minuutjes te stoppen. En dan heel actief ook even afleiding te zoeken om het piekeren stop te zetten. Wat ook heel erg goed kan helpen is zoek ontspanning. En dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. Maar mijn tip is om een lijstje te maken van wat zijn nou dingen waar jij zelf blij van wordt. Die je een goed gevoel geven, waar je een beetje door kan relaxen. En dat is voor de ene even lekker op de bank liggen, muziekje luisteren, een serie kijken, Netflixen. Vermoeidheid is een klacht die ik echt heel vaak terughoor van kinderen en jongeren. En die bij sommige jongeren vooral speelt op het moment dat hun ziekte onrustig is. Dat ze last hebben van een opvlamming. Maar dat is niet bij iedereen zo. Er zijn ook jongeren waarbij op het moment dat de ziekte rustig is, ze nog steeds last hebben van die vermoeidheid. Dus dat is echt wel een vervelende klacht. Zeker voor kinderen en jongeren die natuurlijk gewoon overal aan mee willen doen en eigenlijk niks willen missen. Dan is het wel heel erg balen als je door je vermoeidheid eigenlijk niet kan doen wat je wil doen. Er zijn wel wat tips die kunnen helpen. Er is niet één tip die voor iedereen werkt. Dus het is altijd een beetje zoeken van wat past bij jou. Ook hierbij praat erover. Dus geef aan mensen in je omgeving dat je last hebt van die vermoeidheid. Dat kan je al helpen. Wat ook kan helpen is probeer te bewegen. Omdat dat wat energie geeft. Maar pak ook je rustmomenten. En daarin komt ook weer die ontspanning eigenlijk kijken. Zoek dan dingen die jij fijn vindt om te doen, die je leuk vindt om te doen, maar die niet te veel energie kosten. Zodat je daarin een beetje balans vindt tussen leuke dingen doen die wel energie vragen, maar ook opladen. Want dat heeft je lijf op zo'n moment gewoon nodig. En de tip die ik al eerder noemde, maar af en toe even lekker naar buiten gaan, kan ook echt helpen om je minder vermoeid te voelen en weer wat energie op te doen. We weten inderdaad dat het met elkaar in verbinding staat wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Het is eigenlijk een soort driehoek. Doordat dat zo werkt, weten we ook op het moment dat het lukt om op een andere manier te denken, je ook je voelen kan beïnvloeden en daarmee ook je gedrag. Ik zal een voorbeeldje geven. Stel dat je buikpijn ervaart van je ziekte. Kan je denken van, daar gaan we weer. Weer die buikpijn. Dit gaat nooit over. Moet ik weer alles afzeggen? Hele begrijpelijke gedachtes. Maar doordat je daar een beetje negatief over denkt, ga je daar waarschijnlijk ook rot door voelen. Je kan er een beetje verdrietig van worden. Je kan er boos van raken.
En op het moment dat je je zo voelt en zo denkt, is de kans groot dat je al je afspraken gaat afzeggen. Misschien wel in je bed gaat liggen en gaat liggen balen. Als het nou lukt om op het moment dat je buikpijn hebt te denken, oh, het is heel vervelend, maar dit gaat ook weer over. Vorige keer ging het ook over. Dan lukt het om er ietsje positiever over na te denken, waardoor je je misschien ook wat minder somber en wat minder rot erover voelt. En het misschien wel lukt om een afspraak te verzetten naar een ander moment, zodat je er naar uit kan kijken en je weer iets hebt om je wat fijner door te voelen. En doordat je wat fijner voelt, lukt het ook weer om vaak wat makkelijker positief te denken. En dan zie je dus de verbinding tussen die drie, die dan eigenlijk de positieve kant op gaan. Het is niet altijd makkelijk. Ik kan er nu makkelijk over praten, maar als je gewend bent om wat negatiever te denken, kan het best wel lastig zijn om dat te veranderen. Maar een eerste stap is eigenlijk er bewust van te zijn dat het met elkaar in verbinding staat. En soms kunnen andere mensen in je omgeving je helpen om wat positiever te denken en andere gedachten te verzinnen. En lukt dat niet, dan kun je daar ook altijd hulp van krijgen van een psycholoog die daarin kan meedenken. Van hey, hoe kan je op een andere manier denken over de dingen die je meemaakt, zodat je je fijner voelt en je ook weer op een andere manier je gaat gedragen. Als jongeren psychologische hulp willen, dan kunnen ze dat altijd aangeven. Soms is het al voldoende om met iemand uit je omgeving te praten, maar als je merkt van nou, dat helpt mij niet genoeg of ik vind dat juist niet fijn, ik wil juist met iemand praten die wat verder van me afstaat, dan kun je dat altijd aangeven en is mijn advies om dat met je arts of verpleegkundig specialist van het IBD-team om het daar aan te geven. Die kunnen dan met je meedenken en bijvoorbeeld met mij overleggen of ik een aantal gesprekken met je kan plannen. Het kan ook zijn dat je wat verder weg woont of dat je het juist graag nou ja, wat dichter bij je in de buurt wil. En dan zou je ook via de huisarts kunnen bespreken of er hulp voor jou in de buurt is. De meeste huisartsenpraktijken hebben een POH-GGZ-medewerker in de praktijk en die zou je ook met dit soort dingen kunnen helpen. Dus bespreek het en dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken waar jij de hulp kan krijgen die je nodig hebt. Want het is niet gek dat je het soms niet allemaal zelf kan doen. Dat is eigenlijk heel normaal en alleen maar knap en goed als je dat aangeeft en op zoek gaat naar hulp. Nou, als jongeren bij mij of kinderen bij mij worden aangemeld vanuit het IBD-team, dan neem ik als eerste contact op om een eerste afspraak in te plannen en om eens kennis te maken. Soms hebben we daar wat langer de tijd voor nodig, maar ik moet jou natuurlijk leren kennen en het is ook fijn voor jou om mij een beetje te leren kennen en een beetje dat vertrouwen te krijgen. En gaan we samen kijken van nou, waar loop jij nou tegenaan, waar heb je precies last van, zodat we samen kunnen kijken van hoe kan ik jou het beste helpen. Ja, dat kan zijn door gewoon te luisteren naar je verhaal, door mee te denken, door tips te geven. Het kan op verschillende manieren. Ik ben gewend eigenlijk om de meeste jongeren en kinderen eens in de 2 of 3 weken te zien. En dat kan of met afspraken in het ziekenhuis of bij ons op de polykliniek als je dat fijn vindt. Maar we kunnen ook online afspreken via videobellen. We kunnen dat ook afwisselen. Eigenlijk kan daar heel veel in en kijken we altijd samen van nou, wat vind jij prettig. Sommige jongeren willen juist graag hier naartoe komen. Anderen zeggen nou laat mij het maar lekker vanuit huis doen want ik heb het al druk genoeg. Dat kan allemaal. Meestal plan ik afspraken gewoon met de jongeren zelf. Maar ik kan ook afspraken plannen met het hele gezin of met je ouders. Net waar jullie behoefte aan hebben en waar je tegenaan loopt. Per keer kijken we dan, nou, hoe gaat het met je? Welke vragen zijn er? En blijven we goed met elkaar in gesprek van, nou, is de hulp nog nodig? Want op het moment dat je het idee hebt van, nou, ik kan eigenlijk wel weer zelf verder met deze tips en adviezen, dan kunnen we afronden. Of we kunnen een tijdje zeggen van, nou, we zien elkaar nog wat minder vaak om even te kijken of het goed blijft gaan. En je kan natuurlijk ook altijd bellen of weer contact opnemen op het moment dat het wat minder goed met je gaat. Dus dan ronden we na een aantal gesprekken af en dan kunnen de jongeren eigenlijk vaak wel weer zelf verder. Nou, we kunnen dus altijd samen met jou kijken waar je het beste de hulp kan krijgen. Meestal kan je, zeker in het ziekenhuis, wel vrij snel terecht voor een aantal afspraken. Als je wat dichter in de buurt wil, kan het zijn dat er ook wel wat wachtlijsten zijn. Dus mijn advies is om zeker niet te lang te wachten met aangeven dat je hulp zou willen. Want dan kunnen we gewoon snel op zoek naar de juiste plek. En hoef je niet, ja, zo kort mogelijk te wachten op hulp. Nou ja, wat ik in ieder geval wil meegeven, wat ik al eerder noemde, maar
Praat erover, geef het aan. De klachten die je hebt zijn heel herkenbaar, denk ik, voor veel jongeren die last hebben van IBD. En je kan soms het gevoel hebben dat je de enige bent, maar weet dat dat niet zo is. Dat het heel normaal is dat de dingen die je voelt en die je denkt, dat die erbij horen. En het kan echt helpen om het te delen en om ja, hulp te zoeken. Want het is heel logisch dat het soms ook niet allemaal zelf lukt om hiermee mee om te gaan. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.